Normaal zou ik nu slapen, snap je? Maar ik krijg ineens een goed idee voor een video. Iedereen in mijn huis is aan het slapen, dus waarschijnlijk wordt iedereen wakker en krijg ik haat van mijn mama. Ik was bezig met de Rubik's Cube. Ja, oké. Vandaag een video en ik ben weer een heel deel hersencellen verloren omdat ik weer naar een YouTuber ben beginnen kijken wat ik al lang niet meer heb gedaan. Ik heb 3 breinziektes gekregen. Ik ga deze shit delen met jullie. Deze YouTuber gebruikt een tactiek die zo hard is dat echt dedication 100 is. Snap je? Hij is de most dedicated YouTuber ever. Hij is hard op die grind. Ik zit nergens vergelijken met deze guy. We hebben het natuurlijk over onze favoriete baller. DutchTuber. Hij upload 3 keer per dag deze zomer, 9 keer per dag of zo. Ik wil niet zeggen dat al deze thumbnails op elkaar lijken, maar dat is ook zo. Ik weet niet waarom hij zijn ogen stoned maakt op elke thumbnail, maar dat krijgt views volgens mij. Als hij dat doet, fake het dan niet. Smoke echt gewoon veel voordat je zo'n shit doet, maar oké. Ik ga een paar video's tonen van deze guy, waarom ik vind dat hij de achterlijkste YouTuber is. Na Lengtijger of zo. Dit is next level shit. Het is niet eens clickbait, snap je? Er is niet eens clickbait. Er is gewoon de verkeerde manier van YouTube doen. En zo pakt hij wel veel shit per maand. Je weet dat de gemiddelde grote YouTuber in Nederland en België zo 4 miljoen views per maand pakt. Deze guy pakt er easy 16. Dat is mentaal. Ik geef toe dat hij is echt, dat is fucking hard. Dat is niet normaal. PewDiePie pakt 166 miljoen. Kabelkop 66 miljoen. Gio 7 miljoen. What the fuck. Job verdubbelt die shit easy. What the fuck. Met braindead video's die alleen mensen kijken die geen hersencellen hebben. Snap je? Ik snap niet hoe je deze shit kan kijken. Als je dit kijkt, kijk, ik weet niet hoe je overleeft of zo. Ik weet niet hoeveel ziektes er in je hoofd zitten, maar als je dit kan kijken, dit is echt zo. The fuck. Ik snap niet hoe dit views krijgt. Al deze video's gaan fucking viral. The fuck. Fuck. Voorbeeld. Turbo Blender VS mijn iPhone. Waar is de iPhone? Waar is de iPhone? Waar steek je iPhone in die blender? Waar is er een iPhone? Waar is er een iPhone? iPhone. iPhone. Waar is de iPhone? iPhone. Waar de fuck is de iPhone in de blender? Waar is de iPhone? Deze video heeft 161k views, 8k likes. Deze comments zijn ook ziektes. Er is een ziekenhuis, snap je? Dat zijn allemaal mensen, maar weet ik veel. Dat zijn allemaal brain dead people. Echt, geen één comment gaat ook over de titel. Ik bedoel, deze comment, doe je iPhone. Het staat in de fucking titel. Leuke clickbait, by the way, geen haat, lol. What the fuck? Je gebruikt het woord iPhone niet één keer in heel deze fucking video. El Patron, yo. Deze guy heeft zo formules ontdekt die werken op YouTube waar ik wil het niet eens snappen. Ik wil niet weten hoe hij het doet. Ik wil niet snappen hoe de fuck dat hij denkt in zijn hoofd. Zien jullie deze thumbnail? 100 minion surprise eieren openen. Dit is niet hetzelfde als in die thumbnail. Dit zijn er fucking 6. Er staan er fucking, weet ik wel, 100 of zo. Dit is een video waar hij zijn vingers en kaars van duwt. Dat is iets dat ik deed toen ik 8 was. Toen ging ik mijn vingers in fucking kaarsjes doppen en daarna kijken en dat er van halen zo en een vingerdopje maakt. Is toch niet iets dat je wil zien? Je wilt toch niet zien hoe iemand zijn vingers in fucking kaarsjes steekt? Je wil dat toch gewoon zelf doen? Het is hetzelfde alsof ik op YouTube zou zetten. Kijk, ik ga dit glas water leg drinken, ja? Je kan het ook zelf doen, maar ik ga het doen, ja? Ik ga het niet opdrinken. Deze video ga ik mijn aansteker aansteken. Uitdoen. En zo'n dingen stretcht hij dan na 10 minuten, snap je? Dat, hoe kan je nu een 4 minuut video maken? Hoe je vingers en fucking kaars wat duwt? Hoe? Deze guy is even oud als mij. Deze guy is ook 18 of zo, of 17, wat ik wil. Hoe kan je als 18-jarige guy deze shit doen? Hoe hard fake je dan alles wat je doet? Ik ben 100.000% zeker dat hij geen plezier heeft in deze video's te maken. Hij weet gewoon dat als hij dit doet, dat hij veel geld gaat verdienen. En ik weet niet of hij blij is met zijn imago. Ik denk dat hij kotst van zijn eigen imago. Dat hij elke dag in zijn bed ligt en denkt van ik heb het echt verneukt, maar ik kan niet meer stoppen. Het is hetzelfde als een of andere zware alcoholverslaving hebben, maar er gewoon niet mee kunnen stoppen omdat je niet meer terug kan. 1000 Mentosbal plus cola, grote explosie. Waarschijnlijk is zijn huis ontploft of zo. Snap je? Grote explosie. Ik verwacht dat er dingen kapot gaan en zo. Aan de blik is hij gezegd, denk ik ook. Dat echt gek is, dat explosie echt mentaal overdreven gaat zijn en zo. Grote explosie. Ik ben wow. Wow. Explosie. Wow. Ik ben er klaar voor, dude. Kom, doe het. 3, 2, 1. Allahu akbar. Oké, begint wel heel erg te pruttelen nu. Het begint wel heel erg te prutten en dan komt rook van. Kijk, ik hoop echt, ik hoopte echt dat dit ding in je gezicht ging exploderen en zo. Dit is echt
kwaliteit. Dit is fucking intens. Dit is een grote explosie. Was niet echt een explosie of zo, maar. Het was. Hij zag het zelf, het was geen explosie. Grote. Ik droom van deze views. Ik werk hard. Ik steek veel werk in mijn video's. En deze guy plakt een beetje Mentos op plakband en doet die rond de bal. En er gebeurt letterlijk niks. Dit is kut. Dit is echt gay om dat te kijken. Waar de fuck is de explosie? Ik wou die explosie, snap je? Ik dacht dat het ontplofte. Dit zijn de kijkers van fucking Job. Die hersenen worden opgefokt. Die denken dat YouTube dit is. Grote explosies met Mentos ballen en shit. Ik heb ook echt medelijden met deze guy. Ik hoop echt dat Job deze guy gewoon betaalt om al deze shit te doen. Maar volgens mij zou het echt sneu zijn als deze guy dat allemaal vrijwillig doet en zo. Snap je? Hij verneukt ook heel zijn imago en zo. Als je zo een vriend hebt die dat wil doen, dan is dat fucking nice. Kijk, chillen. Je bent zelf je eigen leven gewoon echt aan het verneuken. Wat deze guy doet is echt gewoon zijn imago uitwisselen voor geld. Gewoon alles wat hij heeft, gewoon weggeven voor geld. Gewoon zeggen van, kijk, ik ben een fucking dutje. Ik doe niks. Terwijl hij kan echt gewoon normaal doen. Ik heb eens gepraat met mijn avond gechilld. Hij is echt normaal. Deze shit is echt gewoon. Hij kan niet meer over straat lopen en gewoon normaal doen. Ik bedoel, hij wordt sowieso overal uitgelachen en zo. Iedereen weet wie deze guy is en wat hij doet en zo. Dat hele menu van McDonald's bestaat. Dan heb je het hele menu van McDonald's. En dan eet je alles. Dan een review van het eten. Bedoel, wat is het nut van deze video? Ik snap niet waarom je hier naar zou kunnen kijken. Waarom je dit zou willen kijken. Wat is het? Nou, hop. En ik moet proberen tijdens die bot deze hele hamburger te chappen. Oké. Okay. Drie, go. Ja. Wat is je favoriete appel? Chicken, hoor. Wat is dit? Snap je, dit is verspilling. Dit is echt verspilling van eten gewoon. Ik zou nooit zoiets zeggen van kinderen in Afrika. Save the children. Maar dit is echt gewoon verspilling. Dit is gewoon. Ik ben al mijn hoop al verloren in YouTube sowieso. Maar dit duwt mij gewoon nog 10 meter verder. De grond in. Met mijn gezicht eerst. En ik voel open schaafwonden komen en mijn neus breekt en zo. En ik weet niet of deze guy make-up aan heeft of zo. Of foundation over zijn gezicht gesmeerd heeft. Maar hij heeft wel echt heel veel inspiratie. En hij haalt zijn ideeën echt van ver. 1000 graden mes via mijn playbutton. Dat is hype van 10 jaar geleden. Maar oké, misschien ontploft zijn playbutton. Misschien is er een heftige reactie. Waarschijnlijk gebeuren er echt gekke dingen als je een te warm mes tegen een metalen doosje houdt met het glas in en zo. Waarschijnlijk ontploft het of zo. Waarschijnlijk gebeurt er iets mentaal. Serious? Wat dacht je? Wat dacht je dat er ging gebeuren? Dacht je dat het ding ging ontploffen of zo? IQ van deze guy is ook gewoon. Ik hoop dat ik hier een stick.